Hoi, ik heet Abatutu en ik ben de ambassadeur van DOA. Dierenopvang en blijkbaar dé plek voor gelukkige huisdieren. Dit is het dus. Wel groot. Moet je eens kijken wat een hoop beesten. Even tellen. Er schijnen hier 180 honden, 300 katten en 100 konijnen te wonen. Nou ja, van die konijnen weten we natuurlijk nooit helemaal zeker. Oh, wat een stakkers. Dat zit hier maar. Hoewel, als ik naar dat stelletje druktemakers daar beneden kijk, die lijken het best naar hun zin te hebben. Maar ja, die zijn hier waarschijnlijk maar voor een dagje, net als op de crash. Typisch iets voor honden. Die kunnen werkelijk nog geen uur alleen zijn. Ze hebben hier trouwens ook een soort van hotel. Moet je toch niet aan denken. Is je baas lekker op vakantie? Zit jij hier wekenlang opgesloten met een stelletje vreemde vogels? Katten. Kijk, zoals deze bijvoorbeeld. Gek toch? Maar ik wil toch graag even naar dat kattenpension gaan kijken. Ah, hier zitten die katten dus. Ah, ook niet echt arme dieren. Wow, zo'n hangmat. Die zou ik thuis ook wel willen. En die dame, daar zou ik best een beschuitje, een blikje zalm mee willen eten. Ah, en dit zijn de suites van de konijnen. Nou, ook niet slecht. Lekker ruim. Wat ik wel bijzonder vind is dat je bij DOA als hond, kat of konijn echt het verschil kunt maken. Het geld dat ik betaal voor bijvoorbeeld de hotelservice wordt namelijk gebruikt om de echte stakkers er bovenop te helpen. Die wonen hier natuurlijk ook. Dus ik gelukkig, zij gelukkig. Dat is best goed geregeld van DOA, toch? Maar de plicht roept. Ik heb nog meer te doen. Eten, vogels pesten, slapen, op avontuur gaan, de wilde stad verkennen. Misschien toch eens informeren wat het hotel hier kost.